studeren en Conan zijn waarschijnlijk al sinds 10 jaren samen. Hij woont in Mainz en zij woont bij haar ouders in Frankfurt. Geweld komt voor in de aan-uitrelatie. Conan moet tenminste 1 keer naar de eerste hulp gaan. Bovenal is er een meningsverschil over de vraag of ze al dan niet een hoofddoek moet dragen. Haar beroep wordt aangeduid als verkoopster. In oktober 2014 lokt Eren zijn vriendin in de auto van zijn moeder. Hij pakt haar mobiele telefoon, bedreigt haar met een pistool en kondigt aan dat hij haar die dag zal vermoorden. In een pakhuis bindt hij haar vast aan een stoel en slaat haar. Ze wordt verondersteld te bekennen dat ze een affaire heeft met zijn neef. Eren steekt het pistool in de mond van de jonge vrouw, maar schiet in de lucht. Conan valt flauw. Dan houdt hij haar 3 dagen vast. Hij wordt blijkbaar gesteund door een neef die zijn appartement in Wiesbaden ter beschikking stelt voor de gijzelneming. De eerste keer dat Conan koorts krijgt, brengen Ren en zijn neef haar naar de dokter. In juli 2015 begint het proces voor de regionale rechtbank van Frankfurt M. De dader bekent vrijheidsberoving en hiertoe brengen van zwaar lichamelijk letsel. De uitspraak is niet bekend. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal, onderzoek eerwraak.